Ik heb nu ook het webinar op recording gezet. En ik probeer daarna ook het webinar beschikbaar te stellen. Maar moet ik even onderzoeken of dat gaat, want de ervaring leert dat het een vrij groot bestand wordt. Nou, we wachten nog even op de laatste mensen. En om 8 uur, 1 minuutje over 8, gaan we aan de slag. Even één vraag. Ik ga nu naar de volgende slide. En ik wil graag even weten of jullie deze slide zien met het Twitter-teken, het Facebook-teken en een mobiele telefoon. Zien jullie op dit moment de slide met het Twitter-icoon, Facebook en een mobiele telefoon? Wel geluid, maar nog geen andere slide. Oké. Dan nu wel. Ja, zie je nu de slide met het Twitter-icoon, het Facebook-logo en een mobiele telefoon? Oké. Oké. Goed. Ben ik goed te verstaan verder? Oké, dan gaan we van start met het webinar. Welkom in het webinar. Nou, zoals je ziet, deze slide is niet voor niks. We proberen het in zo kort mogelijke tijd te doen. Voor de presentatie zelf heb ik ongeveer 3 kwartier nodig. Soms ietsje langer, maar het zal ongeveer 3 kwartier zijn. En daarna is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Die kun je de hele tijd kun je die, gewoon stellen. En dat kun je doen in de chatbox waar je nu ook al het een en ander ingezet hebt. Aan het eind van de presentatie, dan ga ik gewoon door de hele lijst aan vragen heen en die zal ik dan ook beantwoorden. Dit werkt het meest efficiënt, want als we door elkaar gaan praten, dan duurt het erg lang. Dus je hoort alleen maar mij praten en aan het eind dan ga ik door de lijst van de vragen heen. Nou, mijn naam is Ton Zoethout. Ik heb zo'n 15 jaar managementervaring en ben begin van deze eeuw, 2002 zo'n beetje, ben ik voor mezelf gestart als zelfstandig ondernemer. En sinds 2005 hou ik me bezig ook met internetmarketing. Dus dat lijkt in ieder geval wel handig als je aan de slag gaat met Bendels Broker. Maar gedurende deze presentatie zul je zelf ook wel merken en horen van me dat dat eigenlijk niet zoveel uitmaakt. In het begin, ja, waren de eerste in Nederland, dus daar hadden we toen wel baat bij. Nou, ik ben het vorig jaar maart ben ik gestart met Bendels Broker. Nou, het interessante van Bendels Broker, en dat is eigenlijk ook hetgeen waarom dat ik toen ik zelf begon dacht van ja, dat kan niet, dit is gewoon te mooi om waar te zijn. Dat is dat je eigenlijk 100% gegarandeerd geld gaat verdienen met Bendels Broker. En ik ga in deze presentatie ook uitleggen hoe dat kan, dat je hier gegarandeerd geld mee kan verdienen. Maar dus toen ik er zelf voor het eerst mee in aanraking kwam, dat was via een andere affiliate van me, die op een gegeven moment een contact in Engeland had en zei van joh, Bendels Broker, daar moet je eens naar kijken. Dat heeft te maken met online advertising. Nou, je moet weten, vanuit mijn professie heb ik daar heel veel mee te maken. Dus ik weet hoe dat werkt om te adverteren op het internet en bij Google, et cetera. Dus toen hij me dat vertelde, toen heb ik daarnaar gekeken. Ik zei van, joh, dat kan gewoon niet. Het kan gewoon niet, want ik weet hoe het werkt op het internet. Maar ja, je weet niet wat je niet weet. Dus ik
ja, heb ook maar beperkte kennis eigenlijk, ondanks het feit dat ik er best veel vanaf weet. Maar ja, klaarblijkelijk was er dan toch iets wat ik niet wist. Want hij zei van ja, dat kan wel zijn. En toen in januari, toen sprak hij me er weer over aan. Hij zei van, heb je het nu onderzocht? Ik zei, ja, ik heb er wel naar gekeken, maar volgens mij kan het gewoon niet. Nou, hij zei van, ik heb net $20.000 overgemaakt naar mijn bankrekening. En dat ging in ieder geval wel. Nou, toen had ik wel zoiets van, nou, laat ik dit nu eens even toch op een wat ander niveau bekijken. Want ja, ik kan wel vinden dat ik alles weet, maar klaarblijkelijk dus toch niet. Nou, toen heb ik in februari vorig jaar heb ik een account geopend. En na een paar weken toen zag ik wat er gebeurde in mijn account. Er kwam gewoon omzet bij. Ik ben me er dieper in gaan verdiepen. Ik ben ook naar Dublin geweest, naar een van de grote seminars. Want ja, je blijft toch altijd wel met nog wat vragen zitten. Van nou, hoe werkt dat nou precies en hoe werkt dat precies? Na een aantal zaken ook van die ik in Dublin heb geleerd en informatie die we in de loop van het jaar hebben opgedaan, die ga ik je ook in dit webinar deelgenoot van maken. Nou, in ieder geval, februari ben ik gestart, dus ik ben nu bijna een jaar bezig. En ja, het heeft echt voor mij een enorme vlucht genomen. En ik ben er erg enthousiast over waarom dat ik ook op een gegeven moment deze webinars ben gaan organiseren. Enerzijds om mensen die ook van mij het verhaal graag willen horen, maar ook andere mensen die misschien nog niet precies weten hoe het zit. Of ja, toch graag ondersteuning hebben, die kunnen gewoon gebruik maken van mijn webinar. Nou, wat gaan we doen in dit webinar? Nou, wat erg belangrijk is, is je moet gewoon iets begrijpen van de markt waar Bennis Broker in zit. De reden daarvan is, als je dat niet weet, ja, dan krijg je misschien een indruk van, ja, het lijkt wel een spelletje of een piramide of whatever idee je daarbij hebt, terwijl we gewoon in de online advertising zitten. Nou, dan is het in ieder geval belangrijk dat je weet waar Bennis Broker nu eigenlijk in actief is, wat de Blind Network is. Nu zeg je dat nog helemaal niets, maar zo meteen weet je daar ook iets van. Dan wat wij nou eigenlijk doen als affiliate. Hè. Ik ben dus een affiliate. Hoe je kunt starten met Bennis Broker en welke mogelijkheden dat je hebt en hoe het dan toch kan dat je gegarandeerd geld gaat verdienen met Bennis Broker. Nou, en uiteindelijk neem je een beslissing. En die beslissing die kun je voor jezelf eigenlijk al na vanavond maken. Vervolgens heb je dan misschien nog wel vragen en met name in de strategie van nou, hoe kan ik dan het beste starten en zo. Maar voor jezelf kun je eigenlijk al een beslissing nemen van nou, ik vind het leuk, ik ga er iets mee doen of niet. Nou, om eerst een beetje een beeld te geven van nou, wat is nu eigenlijk de opportunity waar we het over hebben, moet je iets snappen dus over Bennis Broker. Nou, ze verdienen op een vergelijkbare manier geld als dat Google doet. Het bedrijf is opgericht in 2010, dus bestaat net 2 jaar en een beetje. Dus het is ook nog een heel jong bedrijf. Het is zo begin vorig jaar is het echt uit de start-up fase gekomen. Wel zie je door de enorme groei die er is, dat er nog wel eens wat groeistuipjes zijn. Al moet ik zeggen dat sinds de laatste grote technische updates van de platforms het echt heel goed performt. Dus echt een hele snelle site is geworden en dergelijke. Ze zijn echt bezig om een serieuze aanval te doen om een van de grootste brokers ter wereld te worden. Zometeen, als ik het heb over de Blind Network, dan begrijp je wat dat precies is, zo'n broker. En ja, met name de fase waar we in zitten is echt perfect. Als je kijkt dat zo langzaamaan steeds meer adverteerders van de traditionele media, hè, van televisie en kranten en bladen, steeds meer overgaan naar het internet. En ook een enorme groei natuurlijk is in aantallen websites en webpagina's, als ook devices waar we mee werken. Hè. Dus hadden we eerst alleen een desktop. Toen kwam er nog een laptop bij. Dan hebben we ook nog allemaal een iPad en een smartphone. Dus we zijn eigenlijk continu zijn we online. En ook in de apps zie je steeds meer, zie je ook advertenties. Nou, wat is nou eigenlijk Bennis Broker? Nou, Bennis Broker is
is een bedrijf die zich bezighoudt met de online advertentiemarkt. Het is dus een bedrijf die zich bezighoudt met online adverteren. Nou, en het product zijn banner impressions. En banner impressions, dat zijn dus vertoningen van advertenties. Dus heel simpel, als jij ergens op een website komt en vervolgens zie je daar een advertentie staan, op dat moment is dus die advertentie vertoond. Nou, en dat is het product van Banners Broker. En ja, zo simpel als dat ik het zeg, is het eigenlijk ook. Nou, dat hele adverteren, dat heeft dus echt een enorme vlucht genomen. Vroeger, hè, toen er alleen de kranten waren, toen werd er natuurlijk geadverteerd in kranten. Waarom? Omdat het werkte. Nou, vervolgens hadden we ontwikkelingen langs de snelwegen, hè, de billboards en dergelijke. Nou, daar gaat het niet zozeer om, zoals in advertenties in een krant of een ander medium, om direct over te gaan tot actie. Maar dit is veel meer voor branding. Nou, en een andere ontwikkeling natuurlijk, dat is de radio, waar ook continu reclames tussendoor te horen zijn. En waarom doen die bedrijven dat? Ook omdat het werkt. Daar gaat het vaak om bijvoorbeeld een nieuw product onder de markt, onder de aandacht te brengen. Of om bijvoorbeeld mensen voor een bepaalde actie naar een website te laten gaan of te laten bellen of iets in te laten vullen. Nou, dan natuurlijk televisie. Ook daar, iedere 5 minuten is er wel een reclameblok van 10 minuten op de commerciële zenders. Maar uiteindelijk kwam dan natuurlijk ook het internet waarop geadverteerd werd. Nou, wat is nou het grote verschil tussen al die andere die ik net heb genoemd en het internet? Dat is dat op het internet adverteren ontzettend goedkoop is. He, want kijk maar eens een krant, als je op de achterkant van de Telegraaf zou willen adverteren, nou, dat kost je gauw een 45.000 euro als je daar gewoon een hele pagina wil hebben. Nou, en op televisie een spotje van een paar seconden kost ook ontzettend veel geld. Nou, en dat is dus het grote verschil met het internet. Daar is adverteren heel goedkoop. En er is nog iets wat heel interessant is van daar te adverteren. Dat iemand die is, die hoeft alleen nog maar op zijn muis knopje te klikken. Terwijl bij al die andere dingen moet hij eerst een andere actie gaan nemen. Dan moet hij dus of zijn iPad pakken of wat dan ook. Maar hier zit je al op dat moment onder de knop, om het maar zo te zeggen. Nou, en dat maakt dat ook het effect en het rendement van het adverteren op het internet A, veel beter te meten is, maar ook vaak veel groter is dan in andere media. Oké. Als we nu kijken, die advertentiemarkt, dat is in 2012 was dat een markt wereldwijd van 500 miljard dollar. En dan hebben we het alleen over de banneradvertentiemarkt. Dus het is een gigantisch grote markt. Nou ja, wat is nou 500 miljard dollar wereldwijd? Nou, ik probeer het even te vergelijken met Europa. Er is toevallig in december in The Sprout is een artikel geweest. Dat ging twee pagina's. Dat ging over de displaymarkt. Daar hebben we het over. Dus de beeldadvertentiemarkt in Europa. En die gaat in 2015 gaat die verdubbelen, zeggen ze daar. Nou, nu is die markt in Europa, die is nog niet eens zo ontzettend groot. Die is 8 miljard dollar of euro groot. Nou, 8 miljard euro is in ieder geval meer dan 10, 12 miljard dollar als we het weer in dollars omrekenen. Maar we hebben het met name in Amerika is de displaymarkt die is ontzettend groot, veel groter nog dan in Nederland. Dus het is een enorme groeimarkt. En hoe komt dat? Nou, zoals gezegd, steeds meer websites die elkaar proberen te verdringen in die markt. Nou ja, en via adverteren kun je mensen trekken naar je website. Nou, en daar hebben we het over die markt. Nou, dus in 2010 is Banners Broker gestart. En begin 2012, dus toen waren ze krap, nou nog geen 2 jaar bezig, toen hadden ze wereldwijd 6 miljard vertoningen gehad van die advertenties. Nou, dat lijkt heel veel, maar dat is het eigenlijk niet. En ik probeer dat even duidelijk te maken naar aanleiding van een artikel wat is verschenen op de site van Emerce.
En eMercer, dat is een zeer gerenommeerd marketingblad en ook een marketingwebsite. En die kwamen begin van 2012 met informatie over 2011. En dan zie je dat Zalando in zijn eentje, die had al 3,5 miljard dollar aan vertoningen alleen in Nederland. Nou, en dus we hadden het net over 6 miljard, hè? 6 miljard die Banners Broker had gedurende de oprichting van Banners Broker. Dus 3,5 miljard alleen al van Zalando. En dat was in Nederland 3,8 miljard. Dus het is echt 3,8%. Het is echt een niche, een heel klein aantal vertoningen die Banners Broker in die periode had. Dus toen, hè, we praten nu over een jaar geleden, toen waren we echt nog ontzettend klein. Nou, we zijn nu een jaar verder, dus we zijn wel enorm gegroeid, maar nog steeds zijn we in die markt echt een hele kleine speler. Nou, er zijn nu al een aantal termen voorbij gekomen en ik probeer je toch even een aantal die echt belangrijk zijn de revue te laten passeren, zodat je zo meteen beter begrijpt waar we nu eigenlijk als je als affiliate aan de slag gaat bij Banners Broker, waar je mee te maken hebt. Nou, als eerste, stel dit is een website, Autovisie, het autoblad, hè, dat is van de Telegraaf. Daar kun je dus adverteren. Kijk maar wat je hier op deze pagina al ziet. Nou, de uitgever, dus dat is de eigenaar van deze website, dat is in dit geval natuurlijk de Telegraaf Autovisie. De adverteerders, dat zijn in dit geval EasyJet en BMW. En daaronder zie je nog een kleintje van doe mee en maak kans op een iPad 2. Maar dat zijn dus de adverteerders op de website. Nou, wanneer spreken we dus nu over een vertoning? Nou, stel iemand typt in een bepaald adres in zijn balk of komt via een andere link op een bepaalde website en vervolgens wordt de pagina zoals je nu ziet wordt vertoond. Nou, en nu zie je dus op die pagina die advertenties. Dat is een vertoning van een advertentie. En in dat geval moeten de adverteerders die moeten betalen. Nou, en dat is dus belangrijk, want het gaat hem erom, hey, waar komt eigenlijk al dat geld nou eigenlijk vandaan? Nou, wie is hier de adverteerder? Nou, dat zijn dus in dit geval die twee automerken, Lexus en Jeep. Nou, en wie geeft hier nu het geld uit? Nou, dat zijn dus Lexus en Jeep, want die willen graag adverteren, die willen op deze pagina staan, dus die betalen in dit geval aan Yahoo om hier te staan. En dat wordt dan uitgedrukt in een bepaalde prijs voor bijvoorbeeld 1000 vertoningen. Nou, wie is nu de publisher of de uitgever? Nou, dat is in dit geval natuurlijk Yahoo. Nou, wie verdient dan dus hier het geld? Nou, dat is dus ook Yahoo. Ja, want Yahoo krijgt dat geld dus van Lexus en van Jeep. Nou, wat voor soort bedrijf is Lexus nu eigenlijk? Nou, dat is natuurlijk een automobielbedrijf. Waar gaat het nu om? We hebben het nu over contextual targeting. Dus de context waar het voor Lexus interessant is om te staan. Dat is waar hun doelgroep is. Nou, mensen die dus op zoek zijn naar een nieuwe auto. Daar is het voor Lexus interessant om te adverteren. Dus het is heel logisch dat ze juist in deze sectie en niet in de sectie boten adverteren. Dat kan natuurlijk ook wel dat je denkt van nou, iemand die een boot heeft, die heeft misschien ook wel interesse in een Lexus, want het is toch een wat duurdere auto. Maar het is makkelijker om je direct te richten daar waar je doelgroep is en mensen die een auto zoeken en op Yahoo auto's zijn, ja, dan ben je beter op je plaats. Nou, dat noemen we dus contextual targeting. En dat doet Banners Broker dus ook. Je kan in de juiste context gaan adverteren. Nou, dan hebben we ook nog geotargeting. Dat heeft dus alles met de plaats te maken. Ja, je kan je voorstellen dat als ik een restaurant in Utrecht heb, dat het weinig interessant is om te adverteren in Maastricht. Dat is iemand die die avond lekker wat wil gaan eten. De kans dat die de auto of de trein neemt om in Utrecht te komen eten, die is klein. Dus ik kan beter me dan richten op Utrecht en omgeving. Nou, dat zie je hier dus ook. Waarom zijn Duitse advertenties nou te zien op de Duitse websites? Nou, logisch. Kijk, dat is Yahoo Deutschland. En dan zie je dan dat Honda Civic
.de die adverteert in Duitsland. Want dan ben je in ieder geval weer bij de juiste doelgroep. Nou, wat is nou verkeer? Dat is ook heel erg belangrijk. Nou, dat zijn in feite zijn dat alle bezoekers die komen op je webpagina of op je website. Dat is gewoon verkeer. Dus op het moment dat ik jou een domeinnaam geef van ga bijvoorbeeld naar bannersbroker.com en jij doet dat, dan ben jij op dat moment verkeer voor bannersbroker, want jij bent een bezoeker van die website. Nou, dat zijn eigenlijk bij elkaar de belangrijkste termen die ik de revue wilde laten passeren, omdat die te maken hebben met datgene wat de business is van Banners Broker. Even samengevat, we hadden dus adverteerders en die adverteerders die laten advertenties zien, banneradvertenties op hun website. Op het moment dat iemand dus die advertenties ziet, dus die bezoekt die website en ziet die advertentie, dat noemen we een vertoning. Nou, dan de contextual targeting. Het is belangrijk dat iemand die wil adverteren, dat hij zijn doelgroep bereikt. Dus als iemand bijvoorbeeld een vrouw is die wil afvallen, ja, die moet dan dus niet op een website, dan moet je niet op een website gaan adverteren waar het bijvoorbeeld gaat om vacatures. Dus dan kun je veel beter op een site waar mensen ook met hun gewicht en gezondheid bezig zijn. Geotargeting. Een vergelijkbaar iets, maar dan gaat het over de plaats, het land of de regio, wat belangrijk is. Nou, en die adverteerder, om die banners te laten zien, moet die geld uitgeven. Nou, een publisher die heeft een website, daar komen bezoekers. Omdat er bezoekers komen, dat heet dus verkeer, is het interessant voor een adverteerder om er te adverteren. Op die site van die publisher moet natuurlijk relevante content staan. Als daar geen relevante verhalen of filmpjes of wat dan ook op staat, dan is het ook niet nuttig om daar te komen. Dus dan is het ook niet zinvol om daar te adverteren. Maar heeft hij dus verkeer, heeft hij relevante content, dan wil die adverteerder daarop op adverteren en verdient dus die publisher geld. Nou, als we nou wereldwijd eens even kijken naar de sites die het meeste verkeer krijgen, dan zien we natuurlijk bovenaan staan Google en Facebook. En ze verwisselen nog wel eens van plaats de laatste tijd, dus ze zijn ongeveer even groot. Nou, dan hebben we op de derde plaats hebben we YouTube staan, de vierde plaats Yahoo en op de vijfde plaats Baidu. En dat is eigenlijk de Chinese variant van Google, hè, want Google die wordt geband in China. Nou, als je nou kijkt op Facebook kun je ook adverteren. Echter, je bent geen eigenaar van je eigen pagina. Dus je bent eigenlijk geen publisher. Alle pagina's zijn van Facebook. En als ze je er niet meer op willen, dan gooien ze er ook wel zo vanaf. Dus er is ook geen combinatie tussen die twee mogelijk. Bij Google kun je ook adverteren. Dat doe je via Google AdWords. En dat kan gewoon tekstadvertentie zijn, dat kan plaatjes zijn, video, van alles. Allerlei varianten zijn mogelijk. Maar als je een website hebt, kun je die website ook aanmelden. En dan laat je advertenties van Google klanten op jouw website zien. Ik zal straks een voorbeeldje laten zien. Dus dat kan ook. Maar er is niet een combinatie tussen die twee mogelijk. Nou, bij Banners Broker kunnen adverteerders die kunnen een account maken en kunnen adverteren via Banners Broker. En als je een website hebt meer dan 1000 bezoekers per dag, ja, het is wel vrij veel, zeker voor Nederlandse begrippen, dan kun je je website ook aanmelden bij Banners Broker. Echter, Banners Broker die heeft ook nog iets anders bedacht en dat is waar het nou eigenlijk allemaal om gaat, waarom we deze presentatie doen. Dat is de Ad-Pub Combo en dat staat dus voor Advertiser Publisher Combo. Dus je hebt eigenlijk een combinatie van adverteerder en publisher. Maar de grap is, je hebt daar geen website voor nodig. En dat ga ik zo meteen uitleggen hoe dat in zijn werk gaat. Dus aan de ene kant heb je de adverteerder. Die graag wil adverteren en daarmee via die advertenties meer bezoekers naar zijn eigen website krijgt. Aan de andere kant hebben we de publisher. Die krijgt dus geld vanwege het feit dat hij nu advertenties laat zien op zijn website, waar die adverteerder dus voor betaalt. Nou, en Banners Broker, die is met die Ad-Pub Combo, die zit er als het ware een beetje tussenin, waarbij je en kunt adverteren en kunt publishen in één account zonder dat je een website hebt en zonder dat je ook echt zelf iets
te promoten hebt. Nou, daar ga ik zo meteen iets meer over vertellen. Maar nog wat belangrijk is, is waar zijn die adverteerders en waar zijn die advertenties dan? Nou, dat ga ik je vertellen aan de hand van de Blind Network. Als je nou even naar een tijdschrift kijkt, stel je wil met een advertentie op de achterkant staan, of aan de binnenzijde, of misschien zelfs wel op de voorkant, dat zijn echt de allerduurste plaatsen. Nou, en als dan het blad uitkomt, dan zie je ook direct, zie je jezelf staan, hè, op de voorkant, achterkant of aan de binnenkant van de cover. Nou, dat zijn wel de duurste plekken. Nou, dat kun je zien bij wijze van spreken als de homepage van grote websites, bijvoorbeeld bij Google of bij YouTube of bij Facebook, maar dan echt op de topplaatsen, hè, waar de meeste bezoekers ook komen. Alle andere advertenties, die staan elders in het blad. Hè. Als ik dat blad wil nemen en ik wil gewoon een advertentie van, ik noem maar iets, ik heb een bepaalde dienst en die kun je afnemen. Ik noem maar iets, massages. Nou, en ik adverteer in dat blad, dan betaal ik een klein bedrag, maar ik weet ook niet precies waar ik sta. Dus op het moment dat ik ga bladeren door dat blad, moet ik echt zoeken om mijn advertentie te vinden. Nou, dan kan het ook nog zijn dat ik zeg van nou, ik heb niet alleen in dit blad geadverteerd, maar het ging mij meer over alle bladen voor vrouwen waar ik met die massageadvertentie in zou willen staan. Nou, dan heb ik dus een hele stapel bladen en ga maar zoeken waar je staat. Nou, en dat is in feite hetzelfde met de Blind Network. Dus dat is alle internetpagina's van websites die ook willen adverteerders toelaten op hun pagina's, die allemaal bij elkaar, daar ergens staan dan je advertenties. Dus je kan niet meer zo makkelijk aangeven van nou, ik sta dus daar in dat blad op pagina 28. Nou, en dat, in die analogie moet je kijken naar de Blind Network. Nou, die Blind Network, dat is dus dat netwerk van $500 miljard op dit moment, wat groeit naar 1000 miljard dit jaar. Er zijn dus adverteerders, dat zijn degenen die 500 miljard bij elkaar brengen, die willen graag adverteren, die willen graag onder de aandacht komen bij hun doelgroep. Dus er zijn publishers, en dat zijn websites met meer dan 1000 bezoekers per dag, die in dat netwerk zitten. Nou, die publishers, die krijgen betaald voor het feit dat die adverteerders daar willen adverteren. Alleen die websites en die adverteerders, die hebben niet zomaar rechtstreeks toegang tot de Blind Network. Daar zitten een aantal brokers tussen. Nou, alles bij elkaar gaat het hier over 500 tot 600 miljard websites wereldwijd. Hè, als het gaat over de complete internetmarkt. En dan zijn wereldwijd ongeveer 10 brokers. En die maken hier de dienst uit. Dus die bepalen, wat er gebeurt in dat netwerk. Nou, die adverteerders die kunnen dus via die brokers accounts maken en kunnen op die manier adverteren. Andersom, die publishers die kunnen op die manier hun website aanmelden en krijgen dan meestal daar in dit verband van de Blind Network een vaste vergoeding voor. Nou, hier zat Chris Smith van Banners Broker, die zat hier naar te kijken en die heeft vervolgens een model bedacht van nou, hoe kan ik nou toch toegang krijgen tot de Blind Network en op die manier ook wat van het geld wat in de Blind Network wordt gegenereerd, daar weer uithalen. Nou, even een model bedacht met adverteerders en websites, dat is die AdPub Combo, en is vervolgens naar die brokers gegaan en heeft ze stuk voor stuk gevraagd van joh, kunnen we daar niet een partnership in aangaan? Nou, en een van die brokers die zei van nou, dat lijkt me interessant. Dus Banners Broker heeft toen een technische brug gemaakt tussen het systeem van Banners Broker en het systeem van die broker die gekoppeld zit aan de Blind Network. Dus Banners Broker zit zelf niet in die Blind Network, dat gaat via die broker. En levert dus aan die broker adverteerders en ook websites aan en met name ook alle middelen die wij inbrengen. Nou, je kan in feite zeggen dat die website-eigenaar, die heeft ruimte op zijn website beschikbaar gesteld om te adverteren. Dus in feite is via die broker, is Banners Broker op een hele hoop websites eigenlijk voor een beetje eigenaar geworden van advertentieruimte.
Nou, en de adverteerders, en dat zijn dan ook wij als affiliates, maken gebruik van die advertentieruimte waar vervolgens advertenties op worden vertoond van die adverteerders. Nou, en zo komt er dus geld vanuit de Blind Network naar Banner's Broker. Als eerste worden de affiliates uitbetaald en later pas wordt Banner's Broker uitbetaald. Nou, op dit moment zijn er zo'n 300.000 affiliates wereldwijd. En het is de bedoeling dat dit gaat groeien naar 1 miljoen affiliates eind van het jaar. Nou, waar we mee te maken hebben is met advertising inventory. Dus dat is advertentieruimte. Nou, en wij huren dus in dat netwerk, kunnen wij ruimte huren bij alle publishers die gekoppeld zijn aan die broker, waar Banner's Broker dus zaken mee doet. Overigens, eind vorig jaar heeft ook een tweede broker contact opgenomen met Banner's Broker en wil ook met hun gaan partneren. Dus dat aantal websites, dat gaat alleen maar groeien. Nou, en omdat we dus ruimte meehuren, dus we financieren als het ware een stukje in die advertentieruimte waar adverteerders voor zijn, hè, dus we hoeven geen adverteerders daarvoor te zoeken, kun je dus geld verdienen. En we zijn niet eens eigenaar van die advertentieruimte, eigenlijk huur je die gewoon voor een bepaalde periode. Nou, dan gaat die advertentieruimte omzet genereren en nadat de afspraak voor de omzet en het resultaat wat je ermee kan maken is ingelost, dan is die advertentieruimte weer vrij, dan is die weer voor anderen. Maar dit is echt uniek. Dit is echt het enige bedrijf die mogelijkheid biedt. Er is ook nog een andere die heeft het geprobeerd, maar het is niet gelukt. Er zit toch een hoop techniek achter die Chris Smith en zijn team hebben gemaakt om het mogelijk te maken dat die roulatie van advertentieruimte waar we in mee huren, dat zo goed loopt. Nou, als je nou kijkt, die advertentieruimte op websites, hier zie je een stukje van een website snurken.net. En daar staan ook advertenties op. Daar zie je op een gegeven moment zie je daar staan wat is snurken dan met ads door Google. Dus dat is een advertentieruimte die gebruikt wordt door Google. Dus de eigenaar van die site heeft gewoon een stukje code op die pagina gezet, waardoor advertenties van Google hier worden getoond. Nou, enerzijds betekent het natuurlijk dat straalt wat vertrouwen uit, hè, want ja, Google is op zich wel een betrouwbaar bedrijf. Dus en als mensen dan denken van, oh, ik wil eigenlijk ook wel ads van Google hebben. Nou, en je klikt daarop, dan kom je automatisch kom je bij AdSense. Je ziet dat woord daar staan, AdSense, in die link. En dan kun je dus advertenties, als je daar een account maakt, advertenties van Google laten zien op een website. Nou, en als die advertentie wordt vertoond, en in dit geval er ook op wordt geklikt, dan krijg je daar wat voor. Nou, daarboven zie je een advertentie van Slaap Lekker. En daar zie je ook een linkje staan. Ik heb dat linkje er even naast geplakt. Daar zie je nu staan ds1.nl. Nou, als je op een gegeven moment de pagina ververst, dan staat daar ook weer een advertentie. Maar die heeft een andere link. Zie je? Die gaat naar TradeDoubler. Dus diezelfde advertentieruimte die rouleert. Hè? Dus om de paar seconden of minuten, als dan die pagina weer ververst wordt, komen er andere advertenties in beeld. Nou, en dat maakt dus dat je met meerdere mensen dezelfde advertentieruimte kunt benutten. En sowieso zou het ook voor adverteerders misschien niet zo interessant zijn als ze altijd op dezelfde pagina stonden. Want ja, dat betekent wel, normaliter als je naar een website bent gegaan, tenzij het een bepaalde nieuwssite is, maar normaliter kom je maar één keer op een website en daarna niet meer. Dus het zou helemaal niet zo interessant zijn om altijd maar op één vaste plek te staan. He, dus denk weer aan al die pagina's in een magazine waar je op kunt adverteren. Nou, met de AdPub Combo, dan word je
Een affiliate. Nou, wat is nou een affiliate? Dat lijkt misschien een ingewikkeld woord, maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Het heeft wel een enorme vlucht genomen sinds het internet er is. Maar neem even hier, hier heb ik de onderkant van de website van bol.com. Daar zie je staan partnerprogramma. Nou, als je daar dan op klikt, dan zie je een stukje tekst staan. Verdien geld met uw website. Nou, plaats de link en banners op in uw eigen huisstijl op uw website. En als bezoekers vervolgens worden doorverwezen naar bol.com, dus die klikken erop, komen bij bol.com. Alles wat ze dan vervolgens gaan kopen, ook al adverteerde je daar bij wijze van spreken met de nieuwe James Bond film Skyfall, en iemand koopt vervolgens een koelkast, dan krijg je 8% commissie. Nou, Amazon bijvoorbeeld, die heeft ook zoiets. Daar heet het dan Become an Affiliate. En daar kun je zelfs 10% krijgen. Dus, en zo zijn er wereldwijd ontzettend veel affiliate-systemen. Nou, en bij Banners Broker, als je daarmee gaat starten, dan word je dus ook een affiliate. Want je gaat op een of andere manier ga je ook iets promoten. Nou, wat doen we nou eigenlijk als affiliate? Nou, ten eerste, en dat is het allerbelangrijkste, dat je meefinanciert in het inkoopproces. En dat betekent dus die advertentieruimte. Dus je huurt daarmee een stukje advertentieruimte. En vervolgens moeten de bezoekers naar die advertentieruimte toe. En dan wordt een advertentie vertoond. En dan betaalt dus die adverteerder. Nou, dus dat zijn de twee componenten die je gaat financieren: advertentieruimte en verkeer. En het is overigens ook echt geen investering, want die advertentieruimte is niet van jou. Die is alleen maar voor een bepaalde periode van jou. Dus je huurt die als het ware en na die huurperiode, dan is het afgelopen. He, dus hetzelfde als dat jij een huis gaat huren, dan zeg je ook niet: ik ga investeren om een huis te huren. Nee, je gaat gewoon een huis huren. En vervolgens betaal je gas, water en licht. En dan kun je gebruik maken van dat huis. Nou, een andere is dat je ook andere affiliates kan interesseren. Dat hoeft niet. Dus je kan prima geld verdienen met Banners Broker zonder enige affiliate. Sorry, ik moet even een slokje nemen. Dus je kunt prima geld verdienen zonder affiliates, maar je kan meer geld verdienen met affiliates. Dus dan bouw je als het ware een teampje op. Het is ook geen piramide of zo. De mensen die affiliate worden, die wat zij kopen aan advertentieruimte en het verkeer wat ze op die advertentieruimte gaan inzetten. Daar krijg je wat bonus voor. En die bonus die wordt uitgekeerd in verkeer. En dat kun je weer gebruiken om panelen advertentieruimte te activeren. En ook mensen daaronder, dus het is ook geen multilevel marketing systeem. Ook mensen daaronder, daar krijg je helemaal niets van. Sterker nog, je weet niet eens welke affiliates een affiliate van jou heeft. Dus het enige is, doordat zij ook affiliate worden, krijg jij wat extra verkeer. En dat kun je weer inzetten om extra advertentieruimte zelf in te zetten. Nou, en je kan ook adverteerders en publishers een account geven. Maar ik kan me voorstellen, zeker als je niet uit deze markt komt, dat je je daar helemaal niet mee bezighoudt. Dus wat je primair doet, dat is de eerste bullet. Je huurt advertentieruimte mee en verkeer. Vervolgens kun je ook nog affiliates interesseren als je het leuk vindt. En de laatste bullet is eigenlijk alleen voor mensen die in dat vakgebied zitten, weggelegd. Nou, wat is dus vooral niet nodig? Je hebt niet kennis nodig van hoe werkt nou precies dat adverteren. Eigenlijk hetgeen wat ik nu vanavond aan je vertel, dat is eigenlijk al het allerbelangrijkste. En ja, dat zul je misschien nu nog niet helemaal begrijpen en nog niet kunnen reproduceren, maar dat komt na een verloop van tijd wel. Maar dat meer is eigenlijk echt niet nodig. Je hebt ook niet echt kennis nodig van hoe dat nou allemaal werkt, dat online adverteren. Je hoeft ook geen adverteerders te zoeken en je hoeft ook geen publishers te zoeken.
En je hoeft ook geen verkeer te genereren, want dat kun je kopen in bepaalde eenheden. Dus waar dat verkeer vandaan moet komen, dat is niet jouw zorg. Bennels Broker en die broker en de Blind Network, die gaan daarover. Die hebben de adverteerders en de publishers bij elkaar gebracht. En jij huurt ruimte in de Blind Network en je koopt verkeer. Wat heb je nou wel nodig? Nou, je moet wel een beetje begrijpen hoe Bennels Broker natuurlijk werkt. En je moet een beslissing nemen of je gaat starten. En ook belangrijk is dat je een doel hebt. Want als je op een gegeven moment aan de gang gaat, dan zie je dat het op een gegeven moment, als je meer en meer advertentieruimte gaat huren, dat de omzetten die je gaat maken ook steeds groter worden. Dus wat belangrijk is, heb je een doel, dat je eerst zorgt dat je dat doel behaalt en daarna ga je weer verder naar het volgende doel. Nou, wij helpen je bij het bepalen van dat doel. Ja, en je hebt een beetje geld nodig. Nou, dat doel is natuurlijk bepalend voor hoeveel geld dat je nodig hebt. Het budget wat je hebt. Hè, stel, je hebt niet veel geld beschikbaar of je wil er gewoon niet veel geld in stoppen. Dat kan. Maar je kan echt al met een paar honderd dollar kun je een prima start maken. Nou, en wat belangrijk is doe je het alleen of met een team? Nou, en wat ik daarmee met name bedoel, als je het alleen doet en je wil toch, laten we zeggen, een serieus bedrag uithalen op een gegeven moment per maand, laten we zeggen $1000 in de maand. Nou, en je wil dat zonder team doen, dat kan, dat is geen enkel probleem. Maar dan moet je of geduld hebben of je moet een groter bedrag. Met een groter bedrag gaan beginnen. Ja, en een beetje geduld, want het is niet van je stopt het er nu in en morgen is het er. Hè, dat is logisch, want die advertentieruimte die je gaat huren, daar komen bezoekers op. En op het moment dat dus die bezoekers die advertenties hebben gezien, betaalt die adverteerder. Maar dat is bij wijze van spreken iets van dag tot dag. Groeit gewoon de hoeveelheid omzet die gemaakt wordt op zo'n stukje advertentieruimte. En dat is niet van de ene dag op de andere dag. Daarnaast, de totale hoeveelheid advertentieruimte, die ga je steeds verder uitbreiden. En naarmate die groter wordt, nemen ook je dagomzetten toe. Nou, en op een gegeven moment dan heb je dus een bepaalde omvang waarvan je zegt van nou, oké, ik kan er nu, kan ik er. Periodiek, iedere maand of wat je doel maar is, kun je geld uit je account halen. Nou, hoe start je nu eigenlijk met Bennels Broker? Je opent een account, dat doe je via degene die je heeft uitgenodigd. Dan moet je wat relevante gegevens uploaden, wat persoonsgegevens en adresgegevens. Dan stort je wat geld. Als het niet te veel is, dus minder dan $1000, dan kan het via Ideal. Anders, als het meer is, dan is het makkelijker om het via een creditcard te doen. En je koopt een startpakket. Want dat startpakket, daar krijg je van Bennels Broker een aantal keren gratis verkeer bij. En dat hebben ze met name gedaan om je te laten zien hoe het werkt, om vertrouwen te krijgen in het hele systeem, hoe het in elkaar zit. En daarna ga je wel zelf advertentieruimte en verkeer kopen. Nou, je kan dus starten al vanaf $25, zoals je ziet. Dus $15 voor je account en $10 voor een paneel. En in dit geval, dat wordt uitgedrukt in panelen, is het gele paneel het kleinste paneeltje wat er is. Ik zal je zo meteen die panelen ook laten zien. Ze noemen dat in ieder geval panelen. Nou, als je iets groter wil starten, dan neem je een basic pakket. Dat bestaat uit een paars paneel en een geel paneel. Het kost $55. En zo meer. Je ziet de business, drie kleurtjes. Professional, vier kleurtjes. Enterprise, vijf kleurtjes. En Ultimate, zes kleurtjes. Dan heb je het grootste pakketje om mee te starten. Nou, die pakketten die kosten dus een bepaald bedrag. $25, $55. En je ziet dat dat langzaamaan oploopt. Maar het gaat er met name om wat zo'n pakket gaat opleveren. Nou, dan zul je waarschijnlijk bij een starter denken van, hé,
Daar ga je verlies op maken. Ja, dat is dan binnen een maand heb je daar nog geen positief rendement op dat kleine pakketje. Maar daarna ga je ook met dat allerkleinste pakketje ga je wat geld verdienen. Maar ja, je kan je voorstellen dat het even duurt voordat je daar echt een leuk bedragje mee maakt. De meeste mensen die starten met het professional pakket van $415. Maar mensen die wat meer te besteden hebben of gewoon een wat groter doel hebben, die starten wat groter. Nou, dus je gaat in verschillende kleuren, panelen heb ik net al genoemd, ga je dus meehuren. En al die panelen, die zijn iedere keer 3 keer zo groot als het kleinste paneel. Nou, het kleinste paneel, dat is het gele paneeltje. Dat heb ik daar even in een klein stukje laten zien. Wat namelijk om gaat is, stel zo'n advertentie zoals je nu hier ziet, als die bovenaan nu.nl staat, dan kost dat wel 7.500 euro per dag. Nou, je zag net al bij die pakketten dat je er van $55 et cetera hebt. En ja, dus dan kun je niet zeggen van nou, waar staat nou ergens mijn paneel? Want je bent dan in dat hele grote geheel, ben je gewoon een heel klein stukje van dat geheel. Nou, de kleuren die zijn dus iedere keer 3 keer groter dan de vorige kleur. Dat is zowel in kosten, hè, dus die gele die kost in dit geval die kost $10 en de paarse kost $30. Maar betekent ook dat na de looptijd van zo'n paneel levert die ook 3 keer zoveel op. Dus die van $10 die levert dan na een poosje $20 op en die van die paarse van $30 die levert dan $90 op. Je hebt er ook 3 keer zoveel verkeer voor nodig. Nou, dit is de blauwe, die is wel 3 keer groter dan de paarse. De groene is wel 3 keer groter. De rode weer 3 keer groter. En de zwarte is dan even voor het gemak, dus die hele advertentie. Dus de kosten van zo'n paneel is $10 voor de gele, de paarse 30, 90 voor de blauwe, de groene 2,70. En je ziet, iedere keer aan een factor 3 worden ze duurder. Voor het verkeer geldt hetzelfde. Daar gaat het ook met een factor 3 omhoog. En je ziet die opbrengsten staan. Dus een geel paneel, die levert na zo'n 25, 30 dagen, levert die $20 op. Maar goed, je had dat eerste paneel gekocht en je had verkeer nodig. Dus je resultaat is na 25 tot 30 dagen, is $7,50. Nou, voor de andere panelen, dan zie je dat die opbrengsten natuurlijk ook oplopen. Alleen als je kijkt bijvoorbeeld zo'n zwart paneel, die koop je voor $2,430 en die levert dan aan het eind van de rit, zo'n 200 dagen later, $4,860 op. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Maar als je kijkt, zo'n geel paneel, die lopen veel korter, die zijn eigenlijk veel interessanter. Maar goed, je kan niet ongebreideld maar gele panelen kopen. In ieder geval, je ziet, er zit een enorme potentie in de panelen die je aanschaft. Hier zie je nou zo'n geel paneel. Nou, wat je ziet bij zo'n paneel is wanneer is het paneel nou eigenlijk gekocht en wanneer is die gekwalificeerd. Nou, en dat kwalificeren, dat doe je dus met dat verkeer. Want zo'n paneel zonder bezoekers, die maakt geen omzet, dus dan moeten bezoekers naartoe. En op het moment dat dat gebeurt, dan gaat dat paneel voor jou werken. Dan gaat dat paneel omzet genereren. Nou, en daar in het midden, daar zie je dus staan dat als die is afgelopen, en dat is dat oranje balkje, als die helemaal aan het eind is, dan krijg jij $20. Nou, we zitten nu hier op $18,42, dus nou, nog een paar dagjes te gaan en dan zou je de revenue krijgen van dat paneel. Daarna is ook dus de huur voor jou afgelopen en heb je weer een nieuw paneel nodig. Nou, en dat zie je staan bij die repurchase settings. Die staat op 50%. Dus Bennels Broker koopt automatisch een nieuw geel paneel voor je. Waarom? Op die manier slacht jij niet de gans met de gouden eieren, maar dat is tevens ook hun gans natuurlijk met de gouden eieren. Je kan hem ook op 100% zetten, dan krijg je geen geld, maar twee gele panelen. Zet je hem op 50%, dan krijg je weer een geel paneel van $10 en $10 in je portemonnee.
Nou, hier hetzelfde verhaal, maar dan voor een rode. En je ziet, die revenuen die zijn natuurlijk vele malen groter. Maar goed, hij moet er ook een poosje langer over doen. Dus je hebt wat meer geduld nodig dan bij een geel paneel. Nou, er zijn dus twee mogelijkheden om geld uitgekeerd te krijgen. Stel dus, we nemen weer zo'n geel paneel. Die koop je voor $10. Dan zet je verkeer op. En aan het eind van de periode krijg je $20. Maar die krijg je dus niet in je hand. Nee, dan wordt er weer een nieuw geel paneel gekocht. En $10, die kun je dan, als je wil, bijvoorbeeld opnemen. Of, dat is dus de andere optie, je laat het aantal panelen laat je groeien. En aan het eind van de rit krijg je $20, waar weer twee nieuwe gele panelen voor zijn aangeschaft. Nou, in dat geval is dus je inventaris toegenomen. En vervolgens, de periode daarna, kun je dus meer omzet maken. Hoe meer panelen, hoe meer omzet je kan maken. Als we nu kijken in de doorlooptijd, hè, dus we hadden zo'n gele die deed er een dag of 25 tot 30 over, en de paarse die doet er 40 dagen over, et cetera, dan ziet het er zo ongeveer uit. Dus na een dag of 20 krijg je die $20. Dan weer dus $10 in een paneel en $10 in je portemonnee. Nou, stel ik bedenk, ik wil gewoon continu. Wil ik eigenlijk dat geld eruit halen? Dus ik laat mijn panelen, mijn totale inventaris van panelen, laat ik niet groeien. Nou, dan ziet dat plaatje er eigenlijk zo uit. He, iedere 20, 25 dagen krijg ik weer $10 van die gele panelen. Iedere 40 dagen krijg ik $30 van de paarse, et cetera. Nou, dan zie je helemaal onderaan, zie je dus staan, januari heb ik dan dus $10 van die ene gele. In februari heb ik misschien één. Of twee keer zelfs nog een gele en die paarse. Dus dan heb ik $50. Nou, en ergens verderop in augustus, dan krijg ik ook de inkomsten van zo'n zwart paneel. En dan heb ik in één keer $2450. Nou, als ik dan vandaar terugreken, wat heb ik dan gemiddeld iedere maand aan opbrengsten gehad? Dat is dan $545 gemiddeld. Nou, dit is dus als je het niet laat groeien. Maar je kan dus ook ervoor kiezen om het wel te laten groeien. Nou, als je gaat starten, dan ga je dus als eerste ga je een startpakket aanschaffen. Nou, het meest gekochte startpakket, dat is het groene pakket. En daarbinnen, de meest gebruikte strategie, dat is deze strategie. Dus dan koop je het groene pakket. En dat kost $415. Daar koop je nog een traffic pack bij. Dat is dus verkeer om extra panelen mee te activeren. Dan koop je 3 paarse panelen en 11 gele panelen. Nou, bij elkaar, als je dat optelt, dat is $700. Nou, waarom is dat nou zo'n populair pakket? Ja, als je het niet hebt, als je geen $700 hebt, is dat natuurlijk gewoon heel veel geld. Maar. Stel dat je eens een keer dat je wel geld hebt en je gaat eens een keer goed eten. Bijvoorbeeld met de feestdagen ga je met je familie en je drinkt een goede cava en een paar goede flessen wijn en een mooi diner. Dan ben je die $700, hè, want dat is €550, die ben je dan ook al bijna kwijt. Dus met andere woorden, het is. Weliswaar €700, maar je gaat hier niet persoonlijk, de meeste mensen althans, die gaan daar niet persoonlijk failliet aan. Dus vandaar is het best makkelijk om zonder al te veel onderzoek en dingen om hiermee te starten en dan gaande de route te leren hoe het allemaal in elkaar zit. Maar natuurlijk, je kan ook veel groter starten, bijvoorbeeld het rode pakket, en dat is ook een vrij populaire. Om met rood te starten. Dat is duurder. Dat kost $1225. Met 4 traffic packs en 3 blauwe. Je ziet de getallen staan. En dan is het bedrag natuurlijk ook groter. Dus $2340. Maar je hebt dan al zoveel meer aan panelen en dergelijke. Dat ook de dagelijkse omzetten. Die liggen gewoon veel hoger. Dus het is ook een beetje voor ieder wat wils. Want nog steeds, je kunt starten al. Met een heel laag bedrag, maar dat van $700, dat is een vrij populair. Begrijp goed, ieder paneel dat je koopt binnen Banners Broker, of dat je het dus door Banners Broker laat verdubbelen, dat vergroot je opbrengst voorgoed. Want vanaf dat moment zal iedere keer
zal, als je één gele had en je hebt daar twee gele van gemaakt, dan hou je in lengte van dagen hou je die twee gele. Nou, dus je opbrengst die vergroot je met ieder paneel wat je hebt toegevoegd aan je totale inventaris. En dus, nou, hier zie je hem nog een keer staan. Dus koop je een gele, dan heb je vervolgens iedere 25 dagen 7,5 dollar resultaat in je portemonnee. Nou, dus koop je een rode, dan heb je iedere 120 dagen 706 dollar in je portemonnee. Want er gaan wat kosten af voor het verkeer. Maar dat is wat het je opbrengt. Nou, wat nu belangrijk is, is Banner's Broker. Die verdient natuurlijk ook geld. Het is ook belangrijk dat je snapt hoe dat in zijn werk gaat. Nou, stel je hebt dus een paneel gekocht en je hebt dat geactiveerd, dan gaat die omzet die gaat groeien, die gaat groeien, die gaat groeien en die bereikt op een gegeven moment die afspraak. Hè? Dus was het een ding van 10 dollar, dan is de traffic cap is bij 20 dollar. Nou, dan word jij uitbetaald, maar Banner's Broker die krijgt daarna uitbetaald. Want datgene wat jij krijgt is 75%. En daarna houdt Banner's Broker als het ware die advertentieruimte van jou nog even in stand. En pakt dan daar 25%. Nou, dat is hoe het in feite werkt. Dus jij krijgt eerst betaald en Banner's Broker later pas. Nou, hier een plaatje nog van mijn omzetontwikkeling. Ik ben dus ergens in februari gestart en in maart ben ik begonnen het grafiekje of de getalletjes te gaan bijhouden hoe het met de dagomzet zit. En je ziet hier, dit was nog het plaatje tot ergens in november. En toen had ik bijna 80.000 dollar omzet. Dat is omzet. Dat wil niet zeggen dat ik dus 80.000 dollar in mijn portemonnee had. Dat zou het zijn. Maar 80.000 dollar omzet. Waarvan een groot gedeelte weer is ingezet om nieuwe extra panelen te huren en extra verkeer te kopen om meer omzet te genereren. Nou, we praten nu begin januari en nu zit die omzet rond 120.000 dollar. Dus het gaat echt gewoon heel goed. Nou, maar hoe krijg je dan je geld er weer uit? Hè? Want een gedeelte van dat geld heb ik uiteindelijk natuurlijk wel weer willen opnemen. Nou. Dat kan bijvoorbeeld via Solid Trust Pay. Daar moet je dan gewoon een account maken. En dan in Banner's Broker in het systeem zeg je: ik neem geld op. Je zet het bedrag erin. En na een periode van 14 business dagen, een beetje afhankelijk van het type account en welk kanaal dat je gebruikt, kun je dat eruit halen. Maar ze hebben ook een Banner's Broker Mastercard. En dan kun je dus rechtstreeks vanuit je Banner's Broker account geld storten naar die Mastercard. En daar kun je gewoon mee pinnen. Hè? Dus je kan gewoon naar de pinautomaat en je haalt er geld uit. Nou, hier zie je wat voorbeelden daarvan. Hier is zijn betalingen gedaan via Payza. Dat systeem zit er nog wel in, maar gebruik ik eigenlijk niet meer. Maar hier zie je dat dus ook naar de creditcard. Dus hier zie je nu betalingen staan, 625 dollar iedere keer in die buurt, die ik naar de Banner's Broker prepaid card heb geladen. Nou, en vervolgens ga je gewoon naar de pinautomaat en je haalt dat geld eruit. Nou, er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen: ja, maar wacht even, als ik daarmee ga beginnen. Dan hang ik onderaan en dan ben ik de klos. Nou ja, zo werkt het dus niet. En dat komt vanwege het feit dat je gewoon moet begrijpen waar dat geld vandaan komt. Dat komt van adverteerders. Nou, als je kijkt, de groei aan affiliates, dat was in, dan moet ik even denken, in de periode van. Nou, begin van het jaar zo'n beetje, toen hadden ze nog maar 25.000 affiliates. En ergens in, oh ja, ja, ik weet het alweer, voor de zomer, toen was er een seminar in Portugal. En daar maakten ze bekend dat ze 100.000 affiliates hadden. Nou, in Dublin in november, toen maakten ze bekend dat ze 160.000 affiliates hadden. En nu, begin dit jaar, waren het er, 260.000, sorry. En begin dit jaar zijn dat er 300.000. Dus het betekent dat in die periode is er een groei geweest van 160.000 affiliates.
Maar stel dat die allemaal gestart zouden zijn met dat pakket van $700, dan zou dat totaal $112 miljoen dollar zijn geweest. Nou, ik kan je een briefje geven dat dat vele malen lager is. Want ontzettend veel accounts die worden gemaakt in Azië, in Bangladesh, in India en dergelijke. En dat zijn allemaal accounts van 10, $25 en meer van dat soort dingen. Dus het aantal accounts is wel heel groot. Maar de startbedragen die zijn gemiddeld gezien, die zijn gewoon laag. Maar nou, laten we het er toch maar even vanuit gaan dat dit het is. Banners Broker die gaf begin van het jaar al aan dat ze gemiddeld 1 miljoen per dag, dollar per dag uitbetalen. Nou, laten we nou zeggen dat dat in die periode van juli tot en met november, dat dat 1,5 miljoen per dag was. En laten we nou zeggen dat dat alleen op werkdagen gebeurt. Nou, en dan hebben we er 20 in de maand. Nou, en dat 5 maanden die doorlooptijd was. Dus we hebben dan 100 maal 1,5 miljoen is 150 miljoen. Nou, dus dat betekent dat er veel meer is uitbetaald dan dat er is binnengekomen. Nou, hoe kan dat nou? Nou, datgene wat wij als affiliates, als je start, wat je inbrengt, dat is echt maar een fractie van het geheel. Dus het grootste geld komt gewoon van adverteerders die in de Blind Network hun advertenties vertoond zien waar ze voor moeten betalen. Daar komt het geld vandaan. Nogmaals, je kunt met Banners Broker, als je gaat starten en je hebt geen affiliates, ook al sluit je jezelf op, je timmert de deuren en de ramen allemaal dicht, dan ga je gewoon geld verdienen. En dat komt omdat je dus advertentieruimte gaat huren op websites, meehuren via het AdPub combo systeem, waar je een pakketje verkeer mee koopt en vervolgens wordt er omzet gegenereerd. Zo simpel is het gewoon. Dus je gaat gewoon geld verdienen. Als je nou kijkt naar wat is nou de mission statement van Banners Broker, dat ze door deze methode mensen die geen mogelijkheden hadden om op een om hun inkomen, om hun positie te verbeteren, om die te helpen. Dus vandaar ook dat hun mission statement is dat ze op deze manier een nieuwe manier hebben bedacht hoe mensen online wat geld kunnen verdienen. Nou, en dus ze zeggen ook: de opportunity is open to all businesses, no matter how small. Dus niet hoe groot bedrijven zijn. Ze richten zich met name dus op de allerkleinste bedrijven en to all individuals. En dus personen zoals jij en ik. Dus ook zonder onderneming, die mensen willen ze de mogelijkheid bieden om een graantje mee te pikken uit de revenue uit de Blind Network. Hun visie, nou, wat ik ook al een paar keer gezegd heb, er komen iedere dag weer meer websites en steeds meer gebruikers ook. Hè? Want ja, steeds meer wereldburgers komen op het web. Er komt steeds meer behoefte aan adverteren. Hè? Want ja, hoe meer sites er zijn, ja, je wilt toch een beetje vooraan komen en in beeld komen van jouw doelgroep. Dat hele netwerk, enerzijds dus omdat er meer websites zijn, er meer geadverteerd wordt, maar ook nog steeds verschuiving is van de traditionele media steeds meer naar het internet, dat groeit, hè, de Blind Network groeit van 500 miljard naar 1000 miljard in 2013. Nou, en je hebt ook gezien in de Sprout dat ook geldt voor Europa, die groei. De doelgroep, met name dus mensen die weinig of geen optie hebben meer geld te verdienen. Nou, en een doel ook van Banners Broker is gewoon om mensen te helpen. Dus iemand vroeg ook nog van, joh, kun je daar nog even op terugkomen in de presentatie? Ik ben in Dublin op dat seminar ben ik een dame tegengekomen uit Spanje. En die had een contact in, volgens mij in Bangladesh. In India of in Bangladesh. Diegene daar, die maakte accounts voor mensen. En die dame in Spanje, die kocht dan wat advertentiepanelen die ze dan plaatste op die accounts van die mensen. Nou, en ze had al ontzettend veel mensen geholpen. Ze zegt van, nou, iedere dag krijg ik mails binnen van mensen die zeggen van, joh, ja, we hebben echt voor het eerst van ons leven hebben we schoenen kunnen kopen voor onze kinderen. Want ja, als zij $10 kunnen krijgen, dat is natuurlijk een wereldbedrag voor die mensen.
Dus er zijn zo legio verhalen van mensen die inderdaad in een toch in een uitgangsloze situatie, uitzichtloze situatie zitten, of dingen hebben meegemaakt waardoor dat ze ja toch laten we zeggen, moeite hadden om weer vooruit te komen. En echt geholpen zijn door mensen die hun geholpen hebben om een account in Bellers Broker te maken. Nou, verder, ze willen het dus echt bereikbaar maken voor iedereen. Nou, samengevat, hoe dan ook, als je gaat starten met Bellers Broker, ga je gewoon geld verdienen. Je weet nou een klein beetje hoe die online advertentiemarkt werkt. En je hebt een beeld gekregen van wat nou eigenlijk de Blind Network is en hoe dat in elkaar zit. Ik heb je verteld dat je dus zonder website geld kunt gaan verdienen in de online advertentiemarkt door een account te nemen op Bellers Broker. Nou, hoe doe je dat? Je start met een account en dat doe je met je inviter, die helpt je daarbij. En je kiest het starterpakket wat bij jou past. He, dus heb je weinig middelen ter beschikking, neem je een klein pakket. Heb je veel ter beschikking, neem je een groot pakket. Je activeert het pakket en eventueel koop je er al wat extra panelen en verkeer bij. En dan na 2 dagen, dan gaat dat daadwerkelijk meelopen en genereer je al inkomsten. Nou, en op die gele panelen heb je eigenlijk al binnen een maand, heb je alweer geld in je portemonnee. Nou, hoe ga je nou verder? Nou, wij affiliates, wij helpen je dus met het bepalen van wat je strategie is. Hè? Dus degene die jou heeft uitgenodigd om in dit webinar te zijn, die kan jou helpen om je strategie te bepalen. Als hij zelf ook nog maar net is gestart, dan kan degene die hem geholpen heeft wel helpen. We helpen je natuurlijk ook op de juiste manier starten. Want er zitten nogal wat variabelen in. Dus we helpen je gewoon van nou, als je het op deze manier doet, dan heb je het hoogste rendement. Je kan het overigens nooit fout doen, maar het is wel handig als je het op de allerbeste manier start, natuurlijk. Nou, wij ondersteunen je bij de activiteiten in je account. Hè? Dus na een maand ongeveer, dan komen de eerste panelen, komen de inkomsten van binnen. Nou, en dan is het wel weer handig dat je weer eventjes ondersteund wordt van nou, en hoe nu verder, hoe werkt dat? Nou, daar helpen we je bij. Tevens ook als je andere mensen, stel je bent enthousiast, die zeggen van joh, dat is ook wellicht leuk voor jou, maar je hebt geen idee hoe je dat moet uitleggen, dan helpen we je natuurlijk daarmee. Nou, zo'n webinar als deze is daar ook een voorbeeld van, dus dat je gewoon op die manier mensen kan uitnodigen om deel te nemen in zo'n webinar en hoort alle informatie. Nou, dan kunnen er vast nog vragen zijn? Nou, ga ik straks natuurlijk beantwoorden. En als er daarna nog vragen zijn, nou, geen probleem. Dan maak je met jouw inviter maak je een afspraak erover. En ga je met andere mensen ook het account opstarten. Nou, nogmaals, ook al doe je het niet met andere mensen, ook zonder affiliates ga je gegarandeerd geld verdienen. Dus er is hier niemand de klos of die dan onderaan bungelt of zo. Iedereen gaat gewoon geld verdienen. Dus maak een afspraak met je inviter om je account in te richten en het juiste pakket te maken. En 2 dagen later genereer je je eerste omzet. Nou, dat was mijn presentatie. Ga ik de vragen erbij halen. En heb je nog geen vragen maar ingetypt, maar je hebt ze wel, typ ze in. En dan ga ik daar een antwoord op geven. Oké, het kan zijn nu dat het scherm even veranderd is en dat je nu de presentatie zelf ziet. Maar ik zie hier ook de vragen. Oké, ik ga door de vragen heen. Rolien die vraagt van nou, ik weet niet hoe ik moet communiceren. Nou, Rolien, als je bedoelt in dit webinar, is dat op deze manier door inderdaad in de chat tekst in te voeren. Thierry die vraagt van ja, kun je ons een opname bezorgen? Ja, dat ga ik proberen, Thierry. Ik heb er laatst van de vorige keer heb ik er een opgenomen. Die vond ik nog vrij groot. Dus ik ga nog even daarmee stoeien. En als het lukt, dan wellicht dat ik het kan verspreiden via even denken, misschien wel via Dropbox. Maar ik ga er nog even mee aan de gang.
Ja, en Thierry vraagt inderdaad, het doel van de opname is ook zelf eens na te luisteren, natuurlijk. Even kijken, je zegt nog meer. Na te luisteren en delen met andere geïnteresseerden, natuurlijk. En je kunt ook anderen weer uitnodigen voor dit soort webinars. Nog een keer, Thierry, ik had eerder interesse om uitleg te horen. Ja, natuurlijk, dat weet ik. Ik heb jou maanden geleden daar alles een keer over aangesproken. Even kijken. Alle voorgaande keren viel op een donderdag en dan heb je een cursus staan. Ja, inderdaad. Nou, nu op de dinsdag dus. Vandaar hartelijk welkom. Leuk dat je erbij bent. Hey Hans, leuk. Ja, Hans heb ik van de week gesproken. Wie zijn de eigenaren van Banner's Broker? Ja, er is eigenlijk maar één eigenaar. Dat is Chris Smith. Wel zijn er in het team een aantal CEO en COO en CTO en al dat soort mensen zijn aan boord. Banner's Broker is stabiel. In de eerste fase was het natuurlijk best spannend, want toen zij begonnen, een van de redenen waarom dat ze natuurlijk ook de affiliates nodig hebben, en overigens nog steeds hoor, want je praat hier echt over hele, hele grote bedragen die omgaan in de Blind Network. Maar ze zijn stabiel, hebben geen schulden. Ze hebben net in november, december een nieuw kantoor betrokken, 70 man extra personeel aangenomen. Dus het is echt een stabiel bedrijf. Kun je plots met al het geld kan, ja, of je het geld kan kwijtraken? Ja, zoals de banken deden. Ja, dat is natuurlijk een hele goede vraag. Inderdaad, banken schijnen dus niet eens betrouwbaar te zijn. En ik weet niet of jullie in België ook woekerpolissen hebben, maar ook daar raak je je geld aan kwijt. Maar buiten dat is, kun je het geld niet zomaar kwijt zijn. Nee. Maar ja, zeg nooit nooit, hè, want bij iSafe hadden we ook allemaal ons geld staan. Maar in principe niet, nee. Maar daarnaast, hè, stel dat je begint met een bedrag, neem even die $700. Dat kun je als je wil, kun je ook wel weer binnen redelijk afzienbare tijd er weer uithalen. En met redelijk afzienbare tijd moet je denken aan een 160 dagen, dan kun je dat er al zeker al weer uithalen. Zeker als je dus met 700 bent gestart. Doe dat niet, ja, dan groeit je account sneller, hè? Maar het gaat hem erom, als je op een gegeven moment denkt van nou, ik voel me daar beter bij, dat ik het geld wat ik heb gebruikt ook wel zo snel mogelijk terug heb, dan kan dat natuurlijk. Ja, nog een vraag over de opname van het webinar. Hij is goed. Nou, dankjewel Björn. Ik kan je niet meevolgen met je scherm. Hey, nou, dat was om 8:30. Wat vreemd. Ja, dat was om 8:30, dus daar kan ik je nu niet meer mee helpen. Even kijken. Hoe ga je de panelen bedienen nadat je een pakket hebt gekocht? Ik had gehoopt dat je dat helemaal ging uitleggen vanavond, vraagt Elisabeth. Nou, dat kan je inviter je uitleggen, maar echt ingewikkeld is dat niet. In feite, als je een paneel hebt gekocht en je hebt verkeer, dan zit er een grote knop op dat paneel. Daar klik je op en dan schrijft automatisch Banner Broker schrijft het traffic af. Ja, dus het is echt niet moeilijk. Hetgeen waar meestal wat hulp bij is, nodig is hoe dat je vervolgens het account na verloop van tijd verder gaat opbouwen en uitbouwen. Hoe je dat op de meest efficiënte manier doet. Dan nog een vraag: zijn het werkdagen of business days? Ja, het zijn allemaal business days, maar zo langzaamaan. Afgelopen vrijdag was een informatiewebinar van Banner's Broker en Chris Smith vertelde dat ze eigenlijk van die business days af willen en naar gewoon kalenderdagen gaan. Trouwens, business days en werkdagen zijn hetzelfde, maar kalenderdagen gaan vanwege het feit dat het dus kan zijn als ze zeggen van nou, het is ik noem maar wat 10 business days. Nou, en het begint bij een donderdag, dan heb je er 2 weekenden in zitten. Dus dan kan zoiets al gauw 10 business days, even kijken, 14, 15 dagen worden.
kun je momenteel bij PESA wel een withdraw doen? Dat weet ik even niet. Ik heb in het begin dat wel gedaan. PESA is ook zo'n uitbetaalmogelijkheid, hè. Je hebt dus PESA, je hebt Solid Trust Pay en je hebt de Balance Broker Business Card. Maar omdat bij PESA met name het uitbetalen nog wel eens wat langer duurde, ja, kwamen natuurlijk klachten bij Balance Broker, die niks te maken hadden met Balance Broker, maar met het uitbetaalsysteem van PESA. Dus daar zijn ze wat minder happig op. Even kijken, dan vraagt Elisabeth: als je via STP, hè, dus Solid Trust Pay, je geld erop zet, kun je dan wel bijvoorbeeld de debitcard je geld eraf halen? Ja, je kan alle uitbetaalmogelijkheden parallel gebruiken, hè. Dus het kan zijn dat je zegt van: nou, ik stort $500 naar mijn creditcard en $500 via STP naar mijn bankrekening. Ja, dat kan. Dan nog een vraag van Elisabeth. Als je met $415 start, waar moet je dan nog die extra $300 aan betalen? Dat zat er met name in. Even kijken of ik dat plaatje even bij kan pakken voor je. Even kijken. Ja, hier heb ik hem. Oh, ja. Even kijken. Waarom kan ik. Ja, even kijken. Zie je nu de pagina Start strategie bepalen? Zie je die staan? Ik scroll even naar onder. Ja, je ziet hem. Oké. Nou, hier zie je dus staan het groene pakket. Dat kost $415. Dat bestaat namelijk uit een geel paneel van $10, een paars paneel van $30, een blauw paneel van $90 en een groen paneel van $270. Nou, dat bij elkaar is $400. Dan je maandelijkse fee, je maandelijkse abonnement van je account is $15. Dat zit in dat pakket voor die eerste maand erbij. Maar met name om het geheel wat sneller te laten groeien, koop je extra panelen erbij. 3 paarse en 11 gele. Dat kost $200. Maar daar moet dan wel verkeer op. Dat hoeft bij dat pakket nog niet, want daar krijg je gratis verkeer voor. En dat verkeer, dat koop je in eenheden van 100.000. En dat kost $50. En die 100.000, die heb je precies nodig voor deze 3 en 11. Dus zo kom je tot die 700. Nou, je kan dus prima starten met dat startpakket. Maar het leuke is, als je op deze manier start, dat deze gele in die eerste maand, die leveren alweer $110 in je portemonnee op. Nou, en dat betekent dus voor de maand erop, dan moet je weer, dat traffic pack wordt iedere maand weer opnieuw voor je aangeschaft. Daar heb je het geld alweer voor staan. Dus in principe hoef je daarna ook geen geld er nog bij te stoppen als je dat wil. Zo werkt dat. Maar dit is dus ja, een heel populair startpakket. Ik hoop dat het zo duidelijk is. Dan, Tije. Ik hoop dat ik je naam goed uitspreek. Dankjewel voor de presentatie. Erg duidelijk. Graag gedaan. Margreet. Wat als de broker, Balance Broker, eruit gooit? Ja, dat zou wat zijn. Nou, ik denk, zeker ook omdat nu de tweede broker zich al gemeld heeft, dat ze hartstikke blij zijn met Balance Broker. Maar dat had inderdaad best een probleem kunnen zijn. Helemaal gelijk in. Kun je nog even uitleggen hoe je verkeer genereert? Vraagt Tije. Heb ik hier direct invloed op dan? Nou, dat verkeer, dat koop je dus in een pakketje. Ja, dat lijkt heel vreemd, maar er zijn andere websites die gebruiken wij, ik als internetmarketeer, ook wel eens om bepaalde onderzoekjes te doen. En daar koop je gewoon bezoekers. Dus ja, hoe het kan, vraag het me niet. Ik weet ook niet hoe een laptop van binnen, hoe dat wel werkt. Maar wij doen dat wel eens. Adfly is er bijvoorbeeld zo een. En dan hebben we een pagina, daar willen we wat mee testen. En dan betalen we, ik noem maar iets, $35. En dan hebben we de dag daarna 2000 unieke bezoekers op die webpagina gehad.
En dan kunnen we dus testen van wat werkt wel en wat werkt niet. Maar dus dat is het mooie. Je financiert mee in het verkeer, maar je hoeft verder geen zorgen te maken over waar moet dat dan vandaan komen. Hè, dat verkeer, dat organiseren zij. Dan vraagt Tijen, ik kreeg de indruk dat dit fixed is. Ja, verkeer is inderdaad in die zin fixed, als je dat bedoelt. Als je dat pakket koopt van $50, hè, zo'n traffic pack koopt van $50, iedere maand wordt dat weer opnieuw voor je gekocht. En voor ieder paneel ligt ook van tevoren vast hoeveel verkeer dat je daarvoor nodig hebt. He, dus in zo'n ding zit, zo'n traffic pack zit 100.000 verkeer. Je hebt 5.000 verkeer nodig voor een gele. En 15.000 verkeer nodig voor een paarse. Dat zijn de fixed dingen. Gerard die zegt, dankjewel voor je uitleg. Heel graag gedaan. Gerard die vraagt, krijgen we nog een lijst van deelnemers? Ja, Gerard is een affiliate. Ja, Gerard, naar de mensen... waarop die lijst dan dus namen staan, die mensen die krijgen inderdaad van mij te zien wie van de mensen die ze hadden uitgenodigd, wie er geweest waren. Dan vraagt Tatjana, leuk dat je erbij bent. Als je na een jaar wil stoppen, kan dat? Ja, dat kan. Dat is geen enkel probleem. Dan stuur je, als je je account gaat maken, moet je een aantal security vragen en dergelijke doen. Maar als je dan wil stoppen, dan stuur je inderdaad een ticket naar Banner's Broker en je zegt dat je wil stoppen. Dan vragen zij natuurlijk die security vragen, want iedereen kan wel bedenken van, hey, ik wil stoppen, maar willen ze wel even zeker weten dat jij het bent die dat zegt. En dan stop je. Maar als je een poosje bezig bent, dan is er één ding wat je niet wil en dat is stoppen. Maar het kan wel. Even kijken, een idee voor de verspreiding via WeTransfer. Ja, dat zou wellicht ook kunnen. Dankjewel, Saskia. Dan vraagt Elisabeth: kun je meerdere pakketten kopen nadat je er één hebt gekocht? Als je bedoelt een startpakket, bij zo'n startpakket krijg je gratis verkeer. He, dus dat krijg je zodat je kan zien van nou hoe dat allemaal werkt. He, als je wil, dan kun je met je startpakket starten. Dat laat je helemaal uithobbelen. En aan het eind kun je dan je account staken. En dan heb je van $415 heb je $800 gemaakt. Nog 5 maanden kosten van $15. Dus dan heb je 400, wat is het, $25 of zo verdiend. Je kan wel meerdere pakketten kopen, maar je kan er maar eentje van starten. Wat namelijk kan, is stel iemand heeft voor mijn part geen geld en je wil iemand helpen. Dus jij koopt het startpakket voor zo iemand. Dat stuur je vervolgens naar zijn account. En in dat account kan vervolgens die persoon dat pakket wel activeren. Maar jij kan maar één startpakket met gratis traffic in je account activeren. De opbrengst is gegarandeerd. Maar hoe? Er is niet direct een garantiefonds of iets dergelijks ingebouwd, vraagt Tijen. Nee, stel weer even, hè, we nemen een geel paneel, dat activeer je vandaag. Over 25 tot 30 dagen, die periode die ligt niet exact vast, maar binnen die periode krijg je, als je dus ook traffic op dat paneel hebt gezet, dan krijg jij $20. Dat ligt gewoon vast. Nou, hoe kunnen ze dat nou vastleggen? Die website-eigenaar, die krijgt een vast bedrag per maand, bij wijze van spreken, voor de beschikbaar gestelde advertentieruimte. De variabele, dat is voor de broker en dus voor Banner's Broker en een deel daarvan weer voor ons. Dus die garantie, het enige eigenlijk wat hier aan de orde is, er zijn adverteerders die adverteren op advertentieruimte op die websites van publishers en jij huurt daarin mee. En daar komt die opbrengst vandaan. Dus daardoor is die gegarandeerd. Stel nou dat die hele markt zou wegvallen. Nou ja, probeer het je voor te stellen. Het is een markt die nou net aan het groeien is. Maar theoretisch, als die markt zou wegvallen, dus die adverteerders willen niet meer adverteren, dan, ja, dan is er natuurlijk op dat moment wel een probleem, want daar moet het geld vandaan komen. Maar goed, dat is een traject.
Want dan krijg je eerst dat die groei wat gaat afvlakken. En dan zijn we weer jaren verder hoor. En dan zou het best kunnen dat die gaat dalen. Dat zou kunnen. Ik kan ook niet in een glazen bol kijken. Dan buiten deelnemen is het ook mogelijk om websites aan te leveren die traffic genereren. Ja, dat kan, maar die moeten minimaal 1000 bezoekers per dag hebben. En op dit moment, en dat heeft met name ook te maken met de nieuwe koppeling die naar die tweede broker gebouwd wordt, is het niet mogelijk om een publisher site aan te melden via de Banners Broker site. Even kijken, je sprak aan het einde, dat was trouwens van Charles, bedankt voor je vraag Charles. Tijje, je sprak op het einde hoe die persoon die je uitnodigt kan helpen bij het bepalen van je strategie. De pakketten suggereren opnieuw dat het fixed is. Ja, natuurlijk. De pakketten, zo'n pakket is, dat is heel simpel. Hè? Daar zitten die verschillende kleurtjes in. En dus dat koop je. Je zet hem aan en that's it. Meer is er niet te doen. Maar wat belangrijk is, is wat is je doel? Stel dat je doel is van nou, ja, ik zou het fijn vinden dat ik mijn hypotheek ervan kon betalen. Oké, stel je hypotheek is 500 euro in de maand. Nou, dan zou dat dus een doel kunnen zijn waar je naartoe wil werken. Nou, als het dan is van nou, dat zou ik eigenlijk wel fijn vinden als ik dat over een half jaar kon realiseren. Nou, dan kunnen we je helpen met het uitdokteren van wat het model dan moet zijn. Met hoeveel panelen en hoeveel traffic dat je dan nodig hebt om daar uit te komen, om op dat punt te belanden. Nou, en het kan best zijn dat je iets wil wat nog veel hoger ligt dan daar. Nou ja, en dan kan het zijn van, nou, dat is niet realistisch. Dat gaat wel lukken, maar dan over een jaar. Dat kan zeker. Maar dat is wat belangrijk is. Met die strategie kun je echt allerlei varianten bedenken. Hoe snel gebeurt uitbetaling na aanvraag? Dagen, weken, maand? Ja, aanvraag, ik weet niet precies wat je. Oh, als je een withdrawal, zo heet dat dan, als je die stel bijvoorbeeld naar je creditcard, dat je zegt van nou ik wil $500 overmaken naar mijn creditcard, dan hangt het een beetje vanaf. Als er net een uitbetaling is geweest, dan moet je weer even wachten totdat dat je in de volgende tranche meegaat. Maar dat varieert van het type account dat je hebt. Je hebt een standaard account en een premium account. En binnenkort heb je nog een soort account. En hoe groter en dus ook hoe duurder je account is, dan gaat het sneller. Maar in ieder geval. Je moet denken aan als ik nu een transactie erin zet, dan heb ik binnen een paar weken heb ik het geld op mijn creditcard staan en kan ik het opnemen. Dus dat zijn gewoon reële tijden. Om geld, dat was trouwens een vraag van Thierry. Tijen nog een vraag. Om geld op te nemen is de Banners Broker creditcard nodig. Wat kost aanschaf van een dergelijke kaart? Nou, dat kost, ik meen, $35 eenmalig. En geld opnemen kost weer wat geld. En geld erop storten kost weer wat geld. In het begin denk je van nou, 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 nou. Maar ik kan je vertellen, als je iedere week bij wijze van spreken met die kaart bij een pinautomaat staat, dan wordt je glimlach wordt iedere keer groter. Dus. In het begin dan kijk je ernaar en op een gegeven moment ben je blij dat ze het allemaal zo hebben opgetuigd. Dan vraagt Hans, om efficiënt te werken, moest je dan meer hebben van de eerste drie pakketten dan van de laatste drie pakketten? Nee, het gaat hier niet om pakketten, het gaat om panelen. En waar het om gaat is dat de kleine panelen, en klein is dus die gele van $10, die paarse van $30, die blauwe van $90, om daar zoveel mogelijk van te hebben. Dat is hartstikke goed. En inderdaad, maar dan zitten we echt al in de strategie, Hans. Het volume, totaal bedrag wat daar aan advertentieruimte voor je actief is, moet groter zijn dan die voor de grote panelen, de groene, de rode en de zwarte. Maar dit is, laten we zeggen, al voor mensen die echt al actief zijn. Dan Nathalie, hi, leuk dat je er bent.
Ik ervaar veel onregelmatigheid met updaten dagelijks. Ja, er zijn geen vaste momenten waarop dat die updates komen, omdat de informatie, hè, dus de omzetontwikkeling, die komt uit de Blind Network via het systeem van de broker. En dat is geen real-time koppeling. Soms zijn er activiteiten bij Bandels Broker waar ze mee bezig zijn, waardoor dat een update niet direct wordt geladen, et cetera. Dus soms kan het wel, zelfs wel tot 5 dagen duren voordat je een update ziet. Maar geen zorgen, op de achtergrond genereren die panelen gewoon omzet. Hè? Want bij die broker worden al die omzetten, die worden gewoon geregistreerd. En op het moment dat weer een update binnenkomt bij Bandels Broker, wordt die geladen op de website. Soms is het wel eens iedere dag. En soms kan het dus wel eens een dag of 4, 5 duren. Dan, Tije, ik denk er liever niet over na. Maar hoe zit het met een eventuele heffing van de Belastingdienst? Of blijven deze transacties onzichtbaar? Nou, Tije, die blijven niet onzichtbaar natuurlijk. Maar je moet het als volgt zien. De advertentieruimte die je hebt, die genereert omzet voor je. En uiteindelijk, als je geld gaat opnemen, dan zijn dat in principe gewoon inkomsten uit activiteiten. He, dus bij je inkomstenbelasting, stel even dat je het vanuit privé doet, is dat activiteit uit andere of inkomsten uit andere activiteiten en die moet je gewoon opgeven. Ja, helaas, ik zou het liever ook niet doen. Heb je een bedrijf, dan is het gewoon omzet. Dus daar schrijf je facturen voor naar Bennels Broker. Bij grote bedragen moeten die echt ook fysiek naar Bennels Broker. En als ze wat kleiner zijn, heb je ze gewoon nodig voor je eigen boekhouding. Maar ja, dus je moet hier gewoon belasting over betalen. Afneming via creditcard, kost deze nog eens extra commissie? Vraagt Thierry. Jazeker, ook daar zijn weer kosten. He, dus sterker nog, ik heb wel eens een keer een foute pincode ingetoetst en zelfs dat kostte $2. Dus, maar goed, wat ik zeg, naarmate je wat langer bezig bent, daar ga je echt om glimlachen, want ja, je gaat gewoon regelmatig geld opnemen. Dan, Pepijn, bestaat er een calculatiesheet om de opbrengst in de loop der tijd te berekenen? Fantastische presentatie trouwens, Pepijn, dank je wel. Er zijn diverse calculatiesheets. Hanneke, mijn vrouw, ook affiliate natuurlijk, die heeft wel wat modellen gemaakt. Maar weet je, ik heb zelf een heel simpel overzichtje waar ik het allemaal in bijhoud. En voor mij is dat goed genoeg. Ik wil best parallel een keer daar even wat aan je laten zien en hoe ik dat bijhoud. Dus als je dat wil, geef even hieronder nog een berichtje en dan maken we even een afspraak daarvoor. Hey Marcel, net uit Orlando. Hartstikke leuk, joh. Ja, dat is een affiliate van mij die zit in Orlando en die is nu eventjes weer in Nederland. Hartstikke goed. Je komt net met een beetje sneeuw hier aan. Ik hoop niet dat je dat uit Orlando hebt meegenomen. Nee, dan zal het wel een graad of 25 zijn. Ik ben benieuwd wie er allemaal is. Laat ik je weten. Even kijken, dan Margreet. Zit je er een jaar aan vast? Nou, nee, je kan stoppen wanneer je wil. Maar ik ben wel al bijna een jaar bezig, inderdaad. Björn heeft me uitgenodigd, zegt Thierry. Ondanks mijn inschrijving via zijn link sta ik niet op de lijst. Hoe kan dit? Ik weet niet precies welke lijst je bedoelt. Maar je bent in ieder geval in beeld, Thierry. Dus hartstikke leuk. Dan, Roelien. Bedankt, Tom. Ik wil graag dat mijn Engelse partner ook het webinar gaat beluisteren. Kunnen we er binnenkort één in het Engels doen? Ja, dat kan. Ik heb met Marcel, die ik net even groette,
daar ook over gehad. En nog een andere affiliate in Zwitserland van ons, die wil ook wel graag dat we een keer in het Engels doen. En ik heb wat jongens in Spanje zitten. Dus dat kunnen we doen. Ik moet nog even wat slides vertalen en dan kunnen we dat best opzetten. Even kijken. Dan Margreet, die zegt: er staat op deze slide trouwens 3 bouw in plaats van blauw. Het is toch niet waar? Ik zie het, ja. Heel goed. Nou. Hartstikke idee. Blauw. Dankjewel, Margreet. Stel dat je het groene startpakket begint, kun je dan als je winst gaat maken ook nog het zwarte pakket kopen? Nee, nogmaals, als je start, je kan 1 keer een startpakket kopen en activeren. Daarna kun je wel nog startpakketten kopen die je naar een ander toestuurt, maar je kan maar 1 keer een startpakket kopen en activeren. Maar je hebt wel een periode, en het hangt een beetje af van welke kleur dat het is, kun je upgraden. En daar heb je tussen de 30, bij een groen pakket meen ik dat het 30 dagen is, en bij een rood pakket 45 dagen of 40 dagen, waarin dat je je pakket kan upgraden. Dus dan kun je het upgraden van groen bijvoorbeeld naar rood, of van groen naar zwart, of van rood naar zwart. En ook die kleinere die kun je upgraden. Wat is daar nou zo interessant aan? Dat is het gratis verkeer wat je krijgt. Bij een groen pakket is het gratis verkeer wat je krijgt in de loop van dat pakket loopt, $300. Bij het rode pakket $900 en bij het zwarte pakket zelfs $2730. Dus dat is wel serieus geld. Maar goed, zwart pakket kost ook wat. Maar als je inderdaad de middelen hebt, is de allerbeste configuratie is starten met het zwarte pakket, 4 traffic packs en de bijbehorende panelen bij de 4 traffic packs. Dat was Elisabeth, dankjewel voor je vraag. Thierry. Ik nodig mensen uit nu ik nog even geen account heb. Worden die genodigden dan aan mij gelinkt zodra alle accounts geopend zijn? Nee, Thierry, het beste wat je kan doen is je eigen account maken, of je nou al gestart bent of niet. Maar dan heb je wel al een affiliate link en dan kunnen andere mensen die kunnen via jouw affiliate link hun account maken. Als iemand eenmaal aan een ander account zit, dan gaat hij in principe daar aan het werk. Je kan niet daarna bijvoorbeeld richting Banners Broker van joh, dat moet even anders. Nee, dat gaat echt niet gebeuren. Even kijken. Dan krijgen we Gerard. Hoe zit het met het upgraden van een startpakket? Nou, dat heb ik net uitgelegd. Dus dat kan dan eenvoudig. En het enige wat je dan, stel je, als je gaat van groen naar een rood startpakket, dan moet je alleen dat rode paneel bijbetalen. Dat is dan $810. En dan krijg je dus daar ook weer je gratis verkeer bij. Dan vraagt Charles, maar ik kan dan wel bij je komen als ik zo'n partij heb, toch? Oeh, nou ben ik even je vraag kwijt buiten het deelnemen. Nee. Ik ben hem even kwijt, Charles. Als die wat duidelijker kan, typ hem nog even eronder in. Dan hebben we Elisabeth. Ik heb gehoord dat je binnen een maand nog kan upgraden met een startpakket. Klopt dat? Ja, dat klopt. Hoe betaal je belasting hierover? Ja, dat is een goede vraag, Margreet. Ik heb net al iets verteld over die belasting. Je maakt natuurlijk eerst kosten. Je mag altijd natuurlijk eerst die kosten weer aftrekken, hè? Want stel nou, ik heb, ik noem maar iets, €1000 gebruikt om panelen te kopen en verkeer erop te zetten. Dan mag ik daarna eerst weer die €1000 gewoon. Daarvan aftrekken, want dan heb ik namelijk nog geen euro verdiend. Ik heb alleen nog maar kosten gehad en heb nu mijn geld weer terug. En daarover wat je daarna nog hebt, daar moet je natuurlijk dan belasting over betalen. Thijen, erg bedankt voor je uitleg en je tijd. Heel graag gedaan.
Dan Thierry, ken je de strategie van Halbert die op 9 maanden tijd 20.000 dollar maandelijks uitbetaald krijgt? Nee, die strategie ken ik niet. Ik ken wel de strategie van Halbert, want Halbert is mijn inviter. Maar dat is klok en klepel. Dit klopt niet. Het zit anders in elkaar en daar kunnen we parallel nog wel over hebben. Het is dus in ieder geval, hij heeft een strategie van $5.000 in de maand en $10.000 in de maand, maar die lopen langer hoor. Dan praat je echt over, ik meen 19 maanden dat je, of 17 maanden, dan zit je echt op dat niveau. Maar hij heeft geen strategie van $20.000 in de maand. Hoe zit het met de auto-upgrade door Bennis Broker van 3 panelen naar een groter paneel? Vraagt Gerard. Ja, dat is wel een detailvraag. Op het moment dat je, ik weet het niet eens meer het aantal, maar ik meen meer dan 10 panelen voor een langere tijd niet hebt geactiveerd met verkeer, dan gaat Bennis Broker die automatisch oprollen. Dus niet upgraden, maar oprollen. 3 gele, hè, een gele is $10, een paarse is $30. Dan worden 3 gele opgerold naar 1 paarse. Niks aan de hand, je raakt niks kwijt, alleen ze worden opgerold naar een hoger niveau. Verder niks aan de hand. Kan ik als buitenlander aan de fiscus ontsnappen? Vraagt Thierry. Ja, Thierry, ik zou het gewoon niet doen. Ik betaal gewoon belasting. En wat een ander doet, moet hij zelf weten. Maar daar kan ik je niet in adviseren. Hè? Dat begrijp je. Dan GJ die vraagt: ik heb nu een geel paneel klaarstaan en niet gekwalificeerd. En laat die 4 weken staan. Daarna activeren en zien of die meteen uitbetaalt. Ja, ik begrijp je vraag, GJ. Op de achtergrond, hè, dus als je een paneel hebt staan, maar je hebt hem nog niet geactiveerd of je kon hem nog niet activeren. Omdat het ja, gewoon in een hele grote pool van panelen en advertentieruimte meegaat, genereert hij inderdaad op de achtergrond al wat omzet. Dat wil niet zeggen dat als je dan precies een maand wacht en je zet hem aan dat hij gelijk valt, zou kunnen. Maar op een gegeven moment kan het wel zijn dat er wat vertraging natuurlijk in oploopt. Maar je kunt op die manier inderdaad wel handig met je traffic packs omgaan. En zo doen we dat ook wel af en toe met panelen zelf. Maar ook helpen we anderen daar ook mee om op die manier er handig mee om te gaan. Nou, de belastingvraag is beantwoord. Mooi, Margreet. Dan Pepijn. Top, graag, super. Oh ja, leuk. Dan gaan we dat even doen, Pepijn. Ik zal het gelijk even opschrijven. Pepijn. Zo. Oké. Dan Björn. Ja, Thierry is ingeschreven via mijn affiliate link, maar staat niet in mijn affiliate lijst. Is dat normaal? Nee, dat is niet normaal. Dan moet je even contact opnemen met Banner's Broker via de live chat als die in de lucht is. En anders even een ticket aanmaken. Maar wat je ook kan doen, want misschien heeft Thierry iets niet goed gedaan, om gewoon nog een keer te doen. Want als hij diezelfde e-mailadres gebruikt, dan zegt op een gegeven moment Bennis Broker: hey, dat account is al gemaakt. Nou, en dan betekent het dat zijn account bestaat inderdaad. Alleen dan is er misschien iets niet goed gegaan. Nou, misschien niet. Ja, ik weet het niet. Maar als Thierry wel kan inloggen in zijn eigen account, kan hij ook zien wie zijn inviter is. Dus wellicht dat je op die manier ook nog een mogelijkheid ziet. Maar normaal, als iemand een account heeft gemaakt, dan zie je hem in de lijst staan. Let even op, stel het is je 11e affiliate, die zie je dan niet op diezelfde pagina staan. Dus moet je nog even onderaan op de link knikken om de rest te zien. En dan moet je een dicht doosje zien. Free staat erop bij Thierry. Even kijken. Kan jij per mail
benaderd worden voor concrete vragen met betrekking tot overigens zeer bescheiden doelen. Thije, in principe moet je het via je inviter doen. Hij heeft, laten we zeggen, een verplichting om jou zoveel mogelijk te helpen. Nou, stel dat er dingen zijn waar hij ook geen antwoord op weet. Ik weet niet wie jouw inviter is, maar dan komen we daar wel uit. Maar in principe is je inviter degene die je moet helpen. Even kijken, Björn nog een keer. Ja, Thierry is ingeschreven, dus, maar je ziet hem niet. Zo hoort het niet, dus dan moet iets anders aan de hand zijn. Dan Thierry vraagt nog een keer, ik heb je antwoord niet gehoord in verband met ontsnappen aan de fiscus. Er was een blank moment. Nou Thierry, dat is dan wel helemaal toevallig, maar wat ik zei is, ik zou geen mogelijkheden ondernemen om te ontsnappen aan de fiscus, zou ik niet doen. Kan ik je vooral ook niet in adviseren. Dus dat was het. Nou, GJ die gaat de hond uitlaten. Hartstikke mooi. Kijk uit, het kan glad zijn. Ik denk dat dit de vragen zijn. Nou, als niemand meer een brandende vraag heeft, dan dank ik jullie voor jullie aandacht. Ik ga kijken of ik het webinar beschikbaar kan stellen. En dan wens ik jullie wijsheid. Vooral de mensen die nog niet gestart zijn. Ja, ik kan je alleen maar adviseren gewoon te starten. Hoe klein het ook is. Maar je gaat in ieder geval er geld mee verdienen. En het is nog leuk ook. Veel wijsheid en wellicht tot een volgende keer in het webinar. Dan nog één ander punt. De 22e. Dan geef ik een informatieavond in Vianen. En als je daarover informatie zou willen hebben, heb je dat nog niet gehad. En Vianen ligt in Nederland, in de buurt van Utrecht. Dan geef dat even nog aan in de chat. En dan stuur ik je daar nog even een uitnodiging voor. Dus als je daarbij wil zijn, zet nog even erin dat je de 22e erbij wil zijn. En dan ga ik zo afsluiten. Het tijdstip in Vianen is 7:30 koffie en om 8:00 gaan we starten. En ik zie allemaal bedankjes voor de goede uitleg. Nou, graag gedaan. Gerard, juist. Doet de verwarming het dan nu? die deed het toen ook. Alleen door de koffiezetapparaat wat aanstond en de theeapparaat toen viel die uit. Maar ja, de verwarming doet het en dat regelen we. Allemaal graag gedaan. Dan ga ik nu afsluiten. Dus allemaal nog een hele fijne avond en heel veel succes en tot later.